De glazenwassers hebben die attractie heel graag. Mm-hmm. En dit is het grootste paard ter wereld. Dus daar moet je echt binnen gaan. De buitenkant vertelt wel iets. En houden mensen daar niet meer van? Om ergens het is binnen moeilijk te gaan? Om de mensen zover te krijgen dat ze echt naar binnen gaan. Wij laten dat paard nu zien. Die mensen hoeven al niet meer op de kermis te komen. Dit schijnt dus het grootste paard ter wereld te zijn. Mm. Je moet naar de dame kijken in kwestie. Dus daar heb je een soort van drempelvrees. Daar moet je zeggen van, oké, ik tel zoveel centen neer en ik ga binnenkijken. De boksbarak is daar het mooiste voorbeeld van. Dus dat er waar er gewoon, geknokt wordt. Ja, en waar er een vrijwilliger uit het publiek wordt gevraagd om tegen de stoere man in de tent te gaan vechten. Je dat ziet ze nog wel, hè? Je ziet ze nog wel, maar vroeger was dat... Dat is eigenlijk het begin van de kermis geweest. Een soort van veredelde markt. Waaraan moet een goede attractie nu voldoen, opdat er massaal mensen naartoe komen? Je moet verwonderd blijven. Ja. En niet één keer verwonderd zijn, je moet het altijd even prettig blijven vinden. Het moet er ook mooi uitzien, hè? Er moet stevige muziek achter zitten. Wel, daar heb ik het soms moeilijk mee met die stevige muziek. Ik vind dat de kermissen veel te lawaaierig zijn, maar goed, dat is een andere zaak. Ik vind dat er te veel drukke muziek wordt gemaakt op kermis. Ik zou liever wat vrolijkere muziek horen. Maar ze moet er mooi uitzien en ze moet in feite altijd blijven boeien. Het mag niet zijn van één jaar gaan we er naartoe. Maar het tweede jaar, we hebben het al gedaan. Nee, het volgende jaar moet het ook nog. Je moet er zelfs naar verlangen. Het is zoals de smoutenbol. Ik verlang naar de smoutenbol, niet naar al de rest. Nu heb ik hier nog een gast in mijn studio zitten. Veel kinderen zouden het denk ik heel erg leuk vinden om op een kermis te wonen. Wel, Sharon die woont op een kermis. Sharon, welke attractie hebben jouw ouders? Vertel eens. De Street Dance, dat is een grote attractie. Met allemaal, die attractie is verdeeld in vier. En op die vier armen staan er nog bakjes en die draaien de hele tijd rond en dat gaat heel snel. Gaat verschrikkelijk snel. Ja. En vind jij dat leuk om daarin te zitten? Ja. Nog altijd? Ja. En al die andere dingen die we daar gezien hebben? Die andere dingen vind ik ook leuk, behalve die kindermolletjes en al, daar zit ik niet meer waar op. Ik graag op zit. Dat vindt zij dan weer niet leuk. Jij woont dus op de kermis. Wij zijn eens ook gaan kijken waar jij woont. We gaan het zo dadelijk zien. Vertel eens wat voor een huis dat is waar jij in woont. Dat is een woonwagen, dat is niet zo groot als een huis, maar je kan er wel in leven. Dus een huis, je hebt daar bijna alles wat je in een huis hebt. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld een slaapkamer, een bed. Een hondje. Een hondje. Ja. Een tafel om te eten, een televisie, een video. Dus je hebt er alles, maar het is allemaal niet zo groot. Nee, het is veel kleiner, ja. Of een heel huis. Jij zit op school in een internaat, hè? Dus dat wil zeggen dat je door de week niet thuis woont. Ja. En wanneer ga je dan wel naar huis? Vrijdagavond ga ik naar huis en maandagmorgen ga ik naar de school terug. Uh-huh. Dus in het weekend moet jij ook huiswerk maken, zoals we hier gaan zien. Pennenzak boven, schrift boven, zoals alle andere kinderen, hè? Ja. Uh-huh. En dan is het wel zo natuurlijk dat je ouders heel hard moeten werken in het weekend. Ja. Soms is het dat ze de zondag moeten de molen aanbreken en dan terug naar een andere plaats rijden ermee. Want weekends zijn ook erg druk, hè, op de kermis. Ja, sommige weekends zijn minder dan andere weekends. Uh-huh. Hebben jouw ouders meer dan één attractie? Ja, die hebben er twee, maar de ene is van mijn ouders alleen en de tweede is van mijn... Dus die hebben het verschrikkelijk druk? Ja. Uh-huh. Help jij dan mee als je in het weekend naar huis komt? Meestal niet, want dan heb ik anders, als ik bijvoorbeeld in het weekend niet op de kermis ben, dan kan ik eigenlijk niet zoveel spelen. En als mijn mama vraagt om eens avond afwassen, dan doe ik niet graag, omdat ik liever met mijn vrienden speel op de kermis. Ja, hier krijg je een bed, dus jouw bed wordt uitgeklapt. En dan ligt ze daar heel gezellig met haar beest. Slaap lekker. Okay. maar we hebben jou daarnet toch aan de kassa zien zitten, dus dat doe je blijkbaar... Wel eens af en toe? Dat doe ik meestal, want kaartjes geven, dat doe ik graag. Want afwassen, dat is mijn leukste. Liever aan de kassa zitten, zoals we daar nu gaan zien. En vinden andere kinderen dat dan gek, dat jij aan een kassa zit? Ja, maar soms zijn er grote mensen en die denken dat ik iets verkeerd doe van het geld en dan hertellen ze dat. Omdat jij een kind bent? Ja. Ja. Wie is dat daar nu die horen praten? Dat is mijn vader. Ja? Heb je dat ook al gedaan? Zo... Ja. Ja, en wat zeg je dan? Wat moet je dan zeggen in zo'n microfoon? Neem een plaatskaart voor de volgende rit. Ja,
hij pept de mensen wat op, hè, die daarin zitten. Dus dat is die street dance. Ja. Mij krijg je er niet in, hoor, Sharon. Kom je daar niet verschrikkelijk misselijk uit, het zoiets? Nee. Nee. Het is zo echt een taaltje, vlugger gaan, iedereen plaatsnemen en we gaan er tegenaan. Goed een beetje oppeppen. Ja. Ja. Dus jij vindt het ook heel erg leuk om op een kermis te wonen. Wil je het later ook zelf doen? Ik weet het nog niet. En zou je dan ook zo'n attractie willen of iets? Ja. Toch zo'n attractie? Ja. Ja. Heel hartelijk bedankt om naar de studio te komen.